allemaal superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Lekker. Jee! Vandaag gaan de... Ja, hou op, jij moest meedoen. In ieder geval, ja, dat wordt een beetje zwaar, ik zal het wel. Vandaag gaan we iets pranken. Ja, dat doet quarantaine met je. Word je een beetje vervelend en... Pew pew. Die gaan we toch maar niet doen op de kids, denk ik. Ze zitten weer lekker mee te eten. We dachten, ja, we hebben wel een leuk ideetje. Even kijken hoe ze vandaag reageren op een aantal situaties. Voordat we gaan beginnen, gaan we eens heel even kijken bij Deborah, want die ziet er op dit moment eventjes iets anders uit. Kom, gaan we gewoon. Ik heb ook een nieuwe bijnaam voor hem, hè. Hij vindt het niet heel leuk. Ik moet het gewoon... Ja, ik kan niet zeggen, want anders weet ze wat er aan de hand is. Boys! Hey, ik wil je vragen. Hoe noemt papa jou deze dagen? Tandloos. Zeg zeker, hoe noem ik jou? Zijn tand is er eindelijk uit. Kijk eens een keer, laat zien, zeg cheese. Super schattig, echt, we zijn er nog van. Stel je voor dat dat gebeurt. Maar op zich, het komt erger. Stel je voor dat die ondertanden nu ook nog eruit lagen. Het is goed, toch? Het kan. Het is mooi zo, jongen. Tik de handen, look. Nee, het staat heel erg leuk. Ik denk dat de grote mensen tanden komen weer terug. En hij heeft een pukkeltje. Die heeft daar zijn vuistje. Dat is normaal, baby's heb af en toe wat talg. En wat kan ik zeggen over Eli? Eli, alles goed? Eli. It's the big boss. Oké, we laten hem eventjes in zijn oude. Weinig woorden, veel daar. We zijn er weer. We zijn zo flauw vandaag, serieus. Ja, gaan we de eerste gewoon doen? Ja. Ze zitten nu echt perfect met z'n drieën daar zo. Dit is het momentje om even te kijken hoeveel ze van ons houden. Ja, hoeveel ze... En hoe serieus ze ons ook nemen. Ik wou net zeggen, hoeveel gaan ze ons geloven? Ik weet het niet. Wat we gaan doen is... We gaan doen alsof we een vrouw vallen. Ja. Wat is de reactie van je kinderen op het moment? Wat denk jij? Ze kijken niet eens op. Ila kijkt sowieso. Ila gaat kijken en denkt zelf van, nou, ik denk rust. Dat ze en Deborah gaat ze kijken van... Wacht, of we doen, iets anders doen, alsof we heel hard tegen elkaar aanbotsen en dan vallen en dan, ja? Want ik ben trouwens echt oprecht gisteren gevallen. Check deze trapplek. Ik ben gisteren gewoon van de trap afgevallen. Dus het is nog wel geloofwaardig dat ik nu val. Ik ben gewoon van de trap. Voor het eerst bleek de trap afgeklikt met de wasmat en al. Is gelukkig goed afgelopen. Ik heb alleen maar bouwplekken hier en daar, maar... Kom, we gaan. Esra, knibbeltje! Oh! Wij hebben hier best wel een probleempje met onze nieuwe bankstel. Want het is zo, op het voorstel worden wij mega statisch. En vooral de kinderen. Wacht, doe eens één keer. Doe eens één keer. Ah! Wordt nog wel. Ja, Ilay, die moet er niet op uit, want Ilay wordt nu boos. Ah! En zo. Doe eens één keer bij. Niet doen, ik ben echt bang! Ga weg! Echt ontzettend bizar. En de jongens hebben er ook een spelletje van gemaakt om dan op die bank te rennen en dan elkaar zo aan te tikken. Kom maar, nu ben je volgens mij niet meer statisch, want... Nee, gelukkig. Ja, wat dan? Nee, ik vind het niet leuk! Niet doen! Nee, gelukkig. Oké, dus zo gaat het hier bij ons ook aan toe. Wacht even. We waren dus een spel aan het spelen. Niet doen, nee, je bent niet stil. Een spelletje aan het spelen, dan moet je dus raden wat je bent op het plaatje. En deze man, Eli, heeft dus gewoon een ijsje gepakt, het kaartje. En hij zegt nu, ik ben een ijsje, want je moet raden, wat ben ik? Ben je ijs?
Serhan, ja. Hij heeft gewoon een nieuwe manier gevonden om een ijsje te fixen. Oh, dan wil ik ook even kijken wat ik wil. Even kijken. Wil jij een ijsje? Nou, vooruit. Omdat jij de ijsman bent, mag jij een ijsje. Lekker. Ja? Oké, laat zien. Ja? Oké, draai je om dan. 3. Oh, die zou ik ook willen. Kijk, deze ook, maar. Draai hem om. I want a pussy! Ja, dat is zoveel zeggen. Ja, je wilt huisdieren. Ja, ik wil wel poes, ja. I know what you want. No? You want fruit. You can get my banana. Oh, Mia, dat wordt nog wat. Nee, grapje. Snoep, net is geen snoep, schat. Pudding. Ja, ik wil snoep. Ja? Dat hebben we niet. I want die zit er niet, die zit er niet tussen. Oké. Oké, okay, is goed. Ik weet dat jij wel een paard. Ja, is goed jongens. Ja, goed. Ja, daarom dank je. Nou, is het zo dat ze echt niet altijd zo op deze manier mogen zeggen, ik ga gewoon snoep pakken, ik ga niet luisteren. Maar gewoon misbruik van. Soms zitten we een beetje in zo'n flow en hebben ze iets van, weet je, prima. En? Ze hebben goed gegeten. Dat eerlijk, ze hebben goed gegeten, ja. Maar het is ook voor ons een beetje een soort motivatie. Want wij zijn nogal zo aan het eten. En als ze dan snoep eten, dan hebben ze iets van. Ik heb echt lekker zin in een stinker ijsje. Afstand. Ga je ijs eten? Het is weekend. Ik hou, het is helemaal geen het is weekend. Ik hou het vol. Ik ben nog echt gezond aan het eten. En dit is echt, voor mij werkt het heel motiverend. Als jullie snoep eten, laat gewoon zien wat voor discipline en wilskracht ik heb, jongens. Snap je wat dat is? Ik laat het eten. Eten. Oké. Okay. Nummer 2. Dev? Ja? Jou toch zo van snoep? Als je hier komt, kan je nu een snoepje winnen bij mij. Oké, jongens. Ja? Je ziet hier 3 bakjes. Zometeen ga ik deze op deze 2 snoepjes leggen. En als jullie kunnen raden waar die is, want ik ga ze door elkaar heen husselen. Dan hebben jullie gewonnen en hebben jullie allebei een snoepje. Oké. Okay. Ja? Dus goed kijken waar mama heen gaat rijden, ja? Let op, hè. Ik ga hem. Hij zit hier. Ja? Waar zit hij? Weet je het zeker? Ja? Die jij ook? Yo! Gaan we eens even kijken. Hier zit niks. Oh! Nee! Helaas, niet gewonnen! Jullie hebben gekozen! Nou, zoals jullie kunnen raden was dat natuurlijk te gaan, want ze volgen natuurlijk dat bakje heel goed en je houdt het simpel. En ja, onder een ander zijn natuurlijk veel meer lekkers verstopt. Dat heb je ook wel eens met geld. Ja? Welke? Welke? Ja? Oké. Okay. Oh, niks! Niks, en dan nog meer welke? Ja. Oké, ja, linker. Ik denk dat wij niet weten. Kom, wij gaan naar de bank voor het stukje. A few moments later. Hoe gaat het met je dieet? Waarom ben je aan het schelden? Jongens, ik heb hem betrapt. Hij gaat schelden. Dan zie je dat ik probeer zelf dus te pakken dat hij dus ongezond aan het eten is. Hij probeert te schelden. Hij probeert te schelden, zodat ik soort van dit stukje niet kan gebruiken. Maar ja, dat is de discipline, jongens. Dat is geen discipline, ja? Jullie mama is goed, hè? Beter, hè? Ja, lukt niet. Ik heb heel lang niet gescheten. Eentje mag. Nee? Ik moet spelen eten. De kinderen zijn het geprikt. Amia zit daar nog rustig. Rustig, schatje. Hallo. Papi schiet je van me. Hallo, schatje van me. Hi. Kijk eens even. Ja, ze plekkie. Nou, nu de nagelstudio's allemaal gesloten zijn, hebben we dus besloten dat de kids Essa's nageltjes mag mooi maken. Maar ze willen dus allebei, hè? En ze willen allebei als eerste. Dus ik dacht, weet je, doen we allebei. Eva, maar ze zitten wel alsof ze prof zijn, hè? Kijk, hij zit gewoon echt super lief. Dat gaat super deze... snel. Ja, dit ziet er echt super fantastisch uit, joh. Echt, wauw. Echt, serieus. Als ik met uitga jou tegen zou komen, die nagels van jou echt zullen gelijk me veroveren. En wil jij het ook doen? Hij kijkt echt van, bruh. Straks wordt wel lastig als hij ook groter is en ook... Nee, alleen mijn nagels, alsjeblieft. Nee, ook groter.
over ham. Nee, dat wil ik niet. Ik wil geen roze. Ik kijk eens. Nee, alleen mijn nagels. Of jij mag me nooit meer lakken. Wel mooi maken. Ik ga kijken wie het mooist gaat doen. Wie het mooist gaat doen, die mag voortaan mijn manicure geven. A few moments later. Zijn jullie klaar voor het eindresultaat? Is het mooi? Ja. Welke is het mooi? Sausje heb gedipt. Esther, welke is het mooiste? Wie krijgt de troon, beste nagellak, manicure, gebeuren? Dan ga ik voor Eli voor de opvulling. Die heeft de nagel beter bedekt. En daarvan heeft Peter binnen de nagel gedaan. Binnenlijn. Tandloos heeft bijna... Nee. Tot verbrek nummer 3. Mijn wc-papier is op. Debra en Eli. Wc-papier is op. Ik heb gegeven, die ligt hier precies. De gang. Dank je. Oh, poep. Ah, sorry. Wat is dit? Oh. Debra. Lik het dan wat pindakaas is. Wat is het? Is poep. Gewoon een handdoek. Oh. Esra, die andere proberen. Sst. Debra zei dus dat hij geur herkende. Maar dit keer gaan we Eli roepen. En wat heb ik gedaan? Ik heb hierop gesmeerd. Ik ga zeggen, Eli helpen. Papa, wc Pieters op. Oh, even kijken of het hem wel lukt. Eli! Kun je papa wc Pie geven? Eli, kom! Papa wil zijn billen vegen. Hier, papa, hier. Geef jij maar even stel, dan heb ik mijn papa. Hier, geef maar even stel, papa. Hier, Eli, geef maar. Ah, poep. Ah, poep. Hé, papa. Hé, papa. Mag de deur open? De deur is open. Hij is weggerend. Hij is er. Debra, oké. Is het ook pindakaas? Weet je zeker? Is het pindakaas? Ja. Weet je zeker? Hè? Weet je zeker? Wij hebben net lekker een filmpje gekeken met de jongens. En jongens, ja. Papa en mama hebben jullie vandaag een beetje geprankt. Hadden jullie het door of niet? Ja, mama. Ja? Ik laat mijn nagellak dood aan. Ja, mijn nagellak, ja, die zitten nog steeds op. Wat is erger, de prank of jouw nagellak? Oh, geen idee. Jongens, ja. Het is bedtijd en dat is zeker geen prank. Jongens, hoor je dat? Het is zeker geen prank. It's not a prank. Dus dat betekent dat we bij deze video gaan afsluiten. Hopelijk vond je het een leuke video. Zie je even een duimpje omhoog. Vergeet je te abonneren. En zie je de volgende keer weer in een nieuwe video. Doei! Doei.